Dag dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Waard op Straat. Ditmaal op een hele bijzondere leuke locatie, namelijk de Stadscamping in Schoonhoven. En onze eerste gast is Connie van der Heul. Die hebben we onlangs al gesproken voor de radio. Dag Connie. Hallo. Trainingsactrice. Nog even het kort uitleggen, want dat is datgene waar jij je heel erg druk mee bezighoudt. Trainingsactrice. Kun je dan nog even uitleggen hoe dat precies zit? Ja, een trainingsactrice is iemand die ingezet wordt bij trainingen. Zodat degene die in die training zit direct kan oefenen met nieuw gedrag. Dat is eigenlijk de basis. Ja. Dus mensen mogen op mij oefenen dat wat ze willen in communicatie, vaak op communicatiegebied. Ja. Slecht nieuwsgesprek, noem maar op. Nou, toch de afgelopen tijd, hè, door de corona, is het allemaal wat rustiger gebleven. Ja. En heb jij eigenlijk zeg maar een nieuwe weg ingeslagen? Ja, het is een nieuwe weg, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik wil heel graag trainingen Laban gaan introduceren, ook hier in Schoonhoven. Dat is een training die ik zelf al heb ontwikkeld in het verleden samen met iemand anders voor acteurs. Ja. Maar door mijn opleiding toegepaste psychologie, waar ik vorig jaar voor afgestudeerd ben, kwam ik eigenlijk achter dat er veel meer in zit dan dat het eigenlijk alleen voor acteurs interessant is. Dus ja, het gaat eigenlijk over jouw non-verbale aanwezigheid. Ja, dan zijn er altijd mensen die verwarren dat verbaal met non-verbaal. Ja. Verbaal is ik praat, non-verbaal lichaam. Ja, dus wat jij eigenlijk allemaal zegt met je lichaam, of ik nou op deze manier zit of ik zit een beetje meer ingedoken, dat zegt allemaal iets. Terwijl je bijvoorbeeld heel vrolijk aan het praten bent, maar je zit zo naar beneden, dan klopt het niet meer met elkaar. Nou, dat heeft allemaal, ook met Laban kun je dat allemaal uitzoeken. Ja, we gaan even terug in de tijd. Ja. Laban. Ja. Dat is ontstaan vorige eeuw. Klopt. Door Rudolf von Laban eigenlijk. Maar we zeggen kortweg Rudolf Laban. Dat was een architect, maar ook een danser en choreograaf. En ontzettend geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met beweging. Hij heeft dus ook alle bewegingen geanalyseerd. Hij heeft er ook een notatie voor gemaakt. En heeft dat gebruikt in de danswereld. Daar komt het ook vandaan. En op die manier is ook de moderne dans ontstaan. Hij is eigenlijk ook de grondlegger van de moderne dans. Ja. En als je moderne dans bekijkt, dan zie je al dat met de lichaamsuitdrukking kan zo'n danser of danseres jou een bepaalde emotie mee of laten voelen, meegeven. En dat heeft alweer te maken met spiegelneuronen, dat jij wat jij ziet, vertaal jij voor jezelf en dat roept een bepaalde emotie op. Nou, en op die manier zijn al die bewegingen geanalyseerd en kun je dus met jouw beweging een andere emotie oproepen. Ja. Ik merk dat jij er helemaal niet thuis bent, hè? Ja. En jij gaat dat ook in uitdrukking brengen in een soort van kubus, ja, hè, zoals Rudolf dat ook deed. Ja. Ik denk dat we gewoon even de daad bij het woord moeten voegen. Dat we een beetje gevoel krijgen wat jij nou ons precies wil vertellen. Nou, dat lijkt me helemaal fantastisch. Ik wil eens even naar die kubus. We gaan naar de kubus. Doen we. En als ik heel eerlijk ben, als ik vroeger klein kind was en ik kwam in zo'n ruimte terecht. Het eerste wat ik zou doen is allemaal lakens eroverheen en lekker een gezellig tentje van maken. Een gezellig tentje ervan maken? Nou, heel goed. Dat zegt al meteen wat. Ja, daar kun je al gelijk een bepaalde analyse uithalen. Ja, als je dat heel, heel goed, ja, dat zou kunnen. Maar je hebt gelijk, dit is een soort gevoel van tentje. En dat is niet zo raar, want het is eigenlijk jouw persoonlijke ruimte. En wat wij als mensen graag doen, is onze persoonlijke ruimte een beetje bij ons houden. Een beetje afbakenen. Ja, dus dat jij het gevoel hebt van, oh, ik zou daar lakentjes overheen gooien. Ja, heel logisch eigenlijk. Ja. Hele logische reactie. Kun je het kort uitleggen wat je dan gaat doen met degene aan wie jij les gaat geven en die kubus daarbij gebruikt? Hè? Want het is een draagbare kubus. Ja, dat klopt. Waar dat vooral gaat, kijk, je kunt natuurlijk ook je eigen kubus creëren, hè? In je hoofd. Dat je denkt, oké, dit is mijn kubus voor en hoog en achter. Maar dat is voor heel veel mensen best wel lastig om te doen, om dat te visualiseren. En dat is de reden waarom ik deze kubus ook heb gemaakt. Zodat mensen dat niet meer hoeven te visualiseren, maar het zelf echt kunnen ervaren. Ja. De basis is, de kubus heeft natuurlijk een aantal vlakken. Je hebt het vlak hiervoor, je hebt het vlak achter. Je hebt twee vlakken aan de zijkanten. Die kunnen breed zijn en die kunnen smal zijn. Je hebt het vlak hoog en het vlak onder. En
elk vlak heeft een expressieve kracht. Voor zit een soort langzaam in, achter zit vlug in, hoog is licht, laag is zwaar. En wat ik net al zei, het kan breed of het kan eng zijn. Nou, al die zaken zegt iets over wat jouw voorkeur is voor het gebruik van jouw eigen ruimte. Dus van jouw non-verbale aanwezigheid. Ja. Ik kwam hier de kubus in, toen ging ik hier staan. Toen zei je, oh ja, maar dat had ik al gedacht. Want jij zit graag aan de achterkant. Je houdt dat graag een beetje op afstand, alles in de gaten. Maar dan afrondend, als ik zo'n cursus Laban bij jou volg, is het dan de bedoeling dat jij mij gaat aanleren dat ik ook vooraan ga staan? Of juist aan de zijkant? Dat is helemaal aan jou. Waar het echt om gaat, is bewustwording. Het gaat om de bewustwording dat jij daar je prettig voelt. En dat er dus heel veel ruimte is die jij ook mag gebruiken als je dat wilt. Ik weet niet of je dit herkent, maar als je veel achterin staat, kan het zijn dat je in sommige situaties het gevoel hebt van, hey, nu horen mensen me niet. Of het lijkt al alsof ik minder zichtbaar ben. En dan is het goed om te denken, ik ga de ruimte voor me eens even wat meer gebruiken. Ik ga zorgen dat ik wat meer naar de mensen toe kom. Zodat ze mij ook meer zien en meer horen. Ja, en het is puur het stukje bewustwording van jouw eigen ruimte. Ja. En daar zijn nog heel veel, dit is nu echt waar minimaal wat ik nu even aangeef. Het is nog heel uitgebreid, maar dit is wel de basis waar het om draait. Dat is datgene waar jij de komende tijd op gaat richten? Ja, dat ga ik zeker doen. Okay. Ja. Weten de mensen jou al te vinden? Wie weet. Ik denk dat heel veel mensen in Schoonhoven in principe wel al kennen. Van Arto of van vroeger van het loket. Ik heb er ooit nog op postkantoor gewerkt. Ja, ik heb er ooit nog een sportzegels bij gehaald. Dat zit er dik in dat het zo is. En tegenwoordig, als mensen wat meer achtergrond willen, heb ik een website www.konja.nl. Dus daar kun je ook alles op teruglezen. Die is nog wel een beetje elke keer voor verbetering vatbaar. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar hij is wel al online. Nou, we gaan het allemaal volgen. We zijn een klein stukje meer te weten gekomen over de Laban bewegingsanalyse. Ja, en toch maar met jou in de kubus gestaan. Hè? Dat is dan toch wel weer mooi. Kijk, dat heb je vast meegemaakt. Dat hebben we vast meegemaakt. Dankjewel, Cordy van der Heuvel. Graag gedaan, dankjewel.